Beste mensen, wij zijn blij dat wij de Goede Week mogen streamen. En we gaan dat doen vanuit de kleine kapel, zodanig dat jullie die thuis kunnen bijwonen. We doen dat in privé, in de kleine kapel van de Hemelstraat. En we vangen dus aan deze week met de Goede Week. Wat is de Goede Week? De Goede Week, zoals wij dat in het Nederlands zeggen, is dus de laatste week van de vaste, die ons direct helpt voor te bereiden voor het heilig triduum. Dat zijn de drie laatste dagen, juist voor Pasen. En dat is dus eigenlijk de heiligste week van het kerkelijk jaar. De Goede Week, zoals wij in het Nederlands zeggen, heeft nog veel andere namen. Er zijn bijvoorbeeld ook de Stille Week, want vroeger tijden, werden alle publieke vermakelijkheden en rechtszittingen stopgezet, opdat de christenen toch de eredienst hadden kunnen bijwonen. Zo wordt ook de Grote Week genoemd, de Hebdomada Major. Want zij betreft alle andere weken van het kerkelijk jaar. Ze is dus de belangrijkste week. Ze wordt aan de andere kant ook weer de Lijdensweek genoemd. Want hier gaat het hoofdzakelijk over het lijden van Christus. We lezen alle evangeliën die gaan handelen over het lijden van Christus. In het Duits noemt men de Karwoche. In het oude oogduits betekent kaar droevig, klaar. En dat is inderdaad zo. We voelen met ons zeer mee, we zijn droevig. Er zijn nog veel andere woorden die in de loop van de tijd de christenen aan die week gegeven hebben. Dit alleen maar om u te zeggen hoe belangrijk die week wel is. Hoe belangrijk is het nu deze week de erediensten bij te wonen? Als we even gaan terugkijken wat ik hier juist gezegd heb, al die verschillende benamingen die de christenen aan de eredienst gaven, en er zijn er nog andere, bijvoorbeeld, het is de week van het nachtwaken. Er werd vroeger, 's nachts, er werd heel veel gebeden. Het is ook de week van de kwijtschelding voor de openbare zondaars. Die kregen in deze week al hun zonden kwijtgescholden. Dus als we daar even bij stilstaan, bij al die benamingen, dan moeten we zeggen, dat moet een heel belangrijke week geweest zijn voor de christenen. Die moeten daar heel veel belang aan gehecht hebben. Want inderdaad, alle werken, publieke werken, werden opgeschort. Het is zo'n beetje in zo'n tijd, nu met de lockdown. Alles ging naar de eredienst. Er werd ook nog wel meer gevast. Nu, onze moederlijke kerk vraagt ons dat nu niet meer zo streng als vroeger. Maar dat neemt niet weg dat het toch nog altijd dat deze week de bijwoning heel belangrijk is. En dat is wat ik jullie wil zeggen. Ons moederlijke kerk nodigt u allen uit om al die erediensten bij te wonen, om er geen enkele van te mankeren. Zij het dan gestreamd, maar probeert alles te doen dat je die erediensten kunt bijwonen. Waarin bestaat nu de Goede Week? We hebben dinsdag en woensdag, wordt er nog in de mis het lijdensverhaal van Christus gelezen. En dan op Witte Donderdag hebben wij in de voormiddag niet wij, maar heeft de bisschop, ieder bisschop heeft de Chrismamis. Dat is de mis waarin de 11 olieën gewijd worden. En 's avonds is in iedere parochie de pastoor, die viert dan de herinnering van het laatste avondmaal. En dat bestaat uit de voetwassing, waar onze Heer ons het grootste gebod van de liefde geeft. Dan nadien is er de communie. En als hier in de communie geweest is, wordt het sacrament na de mis wordt overgebracht naar een rustkapel. Dan komt de priester terug naar de kerk, ontbloot de altaren. En nadien wordt een ieder uitgenodigd om te komen aanbidden tot
middernacht, minstens tot middernacht. Nadien wordt het sacrament weggesteld en dan komen we aan Goede Vrijdag. In de voormiddag is er niks, in de namiddag is er de kruisweg en 's avonds wat we noemen de namiddagdienst. Die namiddagdienst, die omhelst een paar lezingen, wordt dan het evangelie of het lijden volgens Sint-Jan gezongen. Nadien zijn er de plechtige gebeden waar alle noden van de kerk aan God worden aangeboden. Dan is er de verering van het Heilig Kruis en nadien kan eenieder de communie gaan. Als dat gedaan is, gaan we terug naar Stille Zaterdag, waar eigenlijk in afwachting van de verrijzenis de kerk overdag gewoon leeg is. En tegen 's avonds wordt dan de kerk in orde gebracht om de paaswaken te vieren. Dat is misschien wel het belangrijkste moment van het kerkelijk jaar. We gingen buiten met het vuur te zegenen. Daar nemen we het licht, de paaskaars wordt aangestoken en we gaan door, we gaan maken in processie, gaan we naar de kerk. Het altaar is nog, de kerk is aanvankelijk nog duister, de duisternis, Jezus is nog niet verrezen. En dan worden dus het exultet, de hymne op het licht, op Christus gezongen. En dan wordt alles klaargemaakt voor het paaswater. En vanuit het paaswater het doopwater. En dat wordt dan plechtig naar de doopfont gebracht. En zijn er doopleerlingen, worden die gedoopt. En nadien begint dan de paasmis. Christus is verrezen. Dat is eigenlijk, en dan zitten we klaar voor Pasen. We staan hier in de veranda om die kleine inleiding tot de Goede Week te geven. U ziet, het kruisbeeld is hier niet afgedekt. Maar in de kerk en in onze kapel, daar zijn alle kruisbeelden en alle beelden afgedekt. Waarom zijn die afgedekt? Wel, ons moeder in de kerk probeert ons dat gevoel van rouw te geven, van droefheid te geven. Diegene van wie wij houden, Jezus en alle heiligen, die zijn onttrokken aan onze ogen. En dat geeft een gevoel van droefheid. Misschien is het nog interessant om te weten dat de viering van de Goede Week van Inden beginnen in de kerk plaatsvond. Er zijn documenten uit de 4e eeuw die zeggen, voilà, het bestond, de viering zat al in Egypte, zat al in Palestina, zat in Klein-Azië. En vanaf de 5e eeuw vinden we dat bij ons hier in het Westen terug. Beste mensen, dat was een korte inleiding op de Goede Week. We gaan nog andere inleidingen geven op de afzonderlijke plechtigheden. En de volgende plechtigheid die zal dus handelen over Palmzondag. Ik wens u alvast een genadevolle Goede Week. Zij dat u er dan thuis bijwoont, wat wij hier in de Hemelstraat streamen.